Organza is een stichting in Amersfoort wat evenementen organiseert om mensen en culturen met elkaar te verbinden. Ongeacht huidskleur, leeftijd, ontwikkelingsniveau, scholing, dik, dun, kort, klein, alles mag. Iedereen met elkaar verbinden met culturele uitingen. We willen een huis zijn van kunst en creatie voor Amersfoort en omstreken. Hier is de wereld verzameld. En dat is wat ons betreft, wat de gemeente Amersfoort betreft, waar wij naar streven. En voor mij als wethouder diversiteit is het een genoegen om hier te zijn, omdat ik zie dat een van mijn belangrijkste doelen, namelijk voor iedereen is in Amersfoort plek, en in Amersfoort mag iedereen zijn wie die is, wordt hier gerealiseerd. Wij organiseren diverse evenementen in Amersfoort. Wij doen dat natuurlijk allemaal met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. We kunnen altijd handjes gebruiken. We hebben Organza statues, dat zijn levende standbeelden die verspreid worden over de binnenstad van Amersfoort. We hebben Talent Scout, waarbij we jonge talenten, maar ook talenten die al wel gevestigd zijn, een podium bieden om aan hun eigen profilering en bekendheid te werken. We hebben ook nog een foto- en documentaire project, dat heet Raamverhalen. Er is een kleine wijk in Amersfoort met de naam Potkwartier, is helemaal door middel van fotografie helemaal in de spotlights gezet, waardoor de mensen in die wijk ook een verbinding hebben gekregen met elkaar. Women Unlimited, afgelopen 15 maart, dat was in het kader van Internationale Vrouwendag, om aandacht te krijgen voor de rechten van de vrouw. Er is veel te doen op het gebied van vrouwen. Er is veel bereikt in dit land, maar niet overal is het eigenlijk hetzelfde. Er zijn heel veel dames die niet de kans hebben om naar school te gaan. Ik geef jullie maar een voorbeeld. Het is toch kort geweest in Afghanistan. Door de Taliban kunnen die vrouwen niet meer naar school. In India, die vrouw die vecht nog steeds, zeg maar, voor haar rechts, voor haar positie. Die worden, zeg maar, verkracht, grof seks, ik heb het wel, het is niet helemaal prettig. In Saoedi-Arabië, die vrouw mag niet een auto rijden. Het is overal is wat aan de hand met de vrouw. Wij zien het hier, we hebben het hier prettig en keurig, maar we niet zeggen dat het voor vrouw hetzelfde is. Dus er is genoeg werk te verrichten daar. Je mag trots op zijn, op jezelf, dat je heel veel in dit land hebt bereikt. Maar nog lang niet alles, want ik droom nog steeds dat ik een vrouw zie als premier in dit land. Ik ben 30 jaar in dit land, maar ik heb nog steeds niet een vrouw op Nederlands in als premier. Het is een wens, het is nog een felle uitdaging. Er was heel veel interesse, maar er was vooral heel veel diversiteit. En dat was eigenlijk wat wij beoogd hebben. En dat is gelukt. Bij Women Unlimited hebben wij een aantal goede doelen uitgenodigd die wij een podium hebben geboden om vrouwen te ondersteunen in andere gebieden in deze wereld. Er was iemand van een stichting die vrouwen in nood wil helpen. En toen ontstond er eigenlijk spontaan een actie om een mooi schilderij te veilen. Ja. En om elkaar te helpen. En daar gaat het eigenlijk om. Het samen zijn. Het verbinden. Het verbinden. Ja. Daar... Niet iedereen op zijn eigen eiland. Maar echt, weet je, het maakt eigenlijk geen donder uit als je maar een vrouw bent. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. En dat Excuseer we dingen voor Frans. Elkaar kunnen doen. Ja, dat we dat voor elkaar kunnen doen. Dus dat vond ik heel erg leuk. En dat blijft me zeker bij van vandaag. Ja, we moesten de vrouwen zelfs wegsturen uiteindelijk. Het was echt van, ja, sorry dames, het is 5 uur en we moeten gaan. Het feestje is echt over. Ja. Dus volgend jaar wordt het denk ik langer.